Supergoed nieuws. We mogen naar Frankrijk op vakantie. Ik ga daar in ieder geval de eerste week op La Draaie zijn. Vanaf begin juli, de eerste weekenden. We zullen zien wat er mogelijk is qua bijbelstudie, qua zingen, qua samenkomen in de open lucht. We willen niemand in gevaar brengen, maar we gaan wel samen vakantie vieren. Met allerlei mensen die ook verlangen naar rust, naar vakantie, maar ook naar woorden van God. En naar herkenning over en weer als het gaat om God en om geloof. Tot dan in La Draaie, Frankrijk.